Wil jij van deze zitgroep de extra slaapplaatsen maken? Nou, dan doe je dat als volgt. De tafel, ik zal hem even iets optillen voor een beter zicht erop, heeft aan de onderzijde een borging zitten. Die maak je vrij. Dus je ziet, het is een cilinderpoot. Dus ik ga er even een klein beetje met mijn gewicht nu bovenop leunen. En dan zie je dat je, even opschuiven, dat je die tafel naar beneden kan brengen. Dan moet je de hendel weer omhalen om hem te borgen. En op deze manier vormt de tafel de bodem van het extra slaapgedeelte. Even nog een belangrijk detail om te weten. Aan de achterzijde van de tafel bevindt zich hier nog een riempje. Dat is eigenlijk de transportbeveiliging. En hier zit een druksluiting. Op deze wijze dat vastklikken. Dan voorkom je ook dat bij een harde remactie van de auto de tafel zo door je mooie woning heen schiet. Op deze manier borgen. Nou, hoe maak je dat bed nou verderop? Het zitkussen, welke we hier hebben gebruikt, die leg je wat naar voren toe. Die komen als het ware over de naad te liggen. En de rugleuningen, die hebben een wat dikkere onderzijde. Die draai je om naar de buitenkant van het slaapgedeelte. Zo, dat is één. Die, en dat doen we hier net zo. Omdraaien. Hoge kant naar buiten. Zo. De twee grote kussens even een klein beetje in de piramide tegen elkaar zetten en naar beneden drukken. En voilà, je creëert hier een hele mooie extra slaapgelegenheid. Uiteraard worden deze kussens weggehaald om het bed groter te maken.